vandaag de Ultimate Basketball Battle hier. Waarom wordt zo'n initiatief genomen? We hebben dit genomen vanuit Sportplein Groningen. Een samenwerksveld van 9 partners die eigenlijk de sport willen versterken in onze provincie Groningen. Basketbal is speerpuntsport en we vinden het belangrijk dat steeds meer kinderen eigenlijk in aanraking komen met deze sport. Zowel basisschoolkinderen als van het voortgezet onderwijs. En hoe meer kinderen in aanmerking komen of in aanraking komen, hoe meer kans dat zij kinderen hun talent ontdekken in het basketbal. En wie weet mooi door kunnen stromen naar wie weet gaan Sterra Flames. Dus, zo mooi zo'n basketbalbattle. Wat is er allemaal te doen dan op zo'n dag? Er vindt hier een toernooi plaats, maar in de hele provincie hebben eerst al clinics en voorrondes plaatsgevonden. En dit is echt de finale dag, dus ze strijden hier eigenlijk om de titel. Maar daarnaast hebben we ook leuke side events, onder andere de Ice Swish, een interactief basketbalbord, staat hier van najaar. Echt iets nieuws, dus erg leuk voor kinderen om eens, kunnen ze spelletjes op doen, heel erg leuk. En Minute to Win It, een spel op de freeplayer die hier gedaan wordt. Dus van alles te doen vandaag. Hartstikke leuk. How important is a tournament for kids like this? I think it's just a great thing to experience, especially when you're younger. And all the kids get a chance to play a competitive sport, burn some energy and just have a lot of fun. So it's nice to be here and help out and just to see all the kids enjoying themselves. If you want to be a basketball player like you, you got to start very early, of course. At what age did you start playing basketball? I started playing competitively when I was 12 years old, but when I was younger, I was always shooting around or following my older siblings around to games and stuff, so pretty young. You like it watching the children all play basketball now? Yeah, it's just good to see, other people enjoying themselves and having fun, and it's just nice to try to help, bring a smile to some of these kids' faces and just help out where I can.